Oan het Prinses Margrietkanaal bij Burgum leidt zaan, een hele protte zaan. Al decennia lang leidt het hier in het provinciale depot Hegedieken te wachten op een goede bestemming. Rond 140.000 kuub zaan. Het zand wat hier in het depot zit, dat is vrijgekomen bij de ontgraving en de verruiming van het Prinses Margrietkanaal. Maar dat is een mooi lang lien. Ja, ik denk dat 50, 60 jaar geleden die verruimingswerkzaamheden en die baggerwerkzaamheden ongeveer plaats hebben gevonden. En toen is het in het depot gebracht. Met het opstarten van de centrale as, de nieuwe dijk tussen Dokkum en Burgum, is er eindelijk een goed plak voor al het zaan. Voor het project is zo'n 2 miljoen kuub nodig. En dus keert het zaan in het depot skien op. We bouwen een aantal viaducten en voor de terpen van die viaducten, daar kunnen we het zand prima weer voor gebruiken. En een deel van de grond gaan we ook toepassen in het gebied rond Burgum, rond het Wetter- en Willepark. En als al dat zand voort is, dan moet de natuur je weer een kans krijgen. Het gebied dat nou nog zo'n depot is, het oorsletten op het oren natuurgebied de Soestpolder. En op nij in die ruchten maar help van Steedsbosbeheer. Wat wij terugbrengen is een stukje natuur waarin een derde van het interrichte gebied als water terug zal komen en het overige deel wordt moerasgebied. Eind 2016 moeten, nadat ze er 60 jaar lang hebben, alle bulten voortwijzen.